De wereld staat vandaag stil bij obesitas, een chronische ziekte die wordt gekenmerkt door overmatige vetstapeling in het lichaam en wordt ook wel zwaarlijvigheid genoemd. Wereld Obesitasdag moet de bewustwording over deze chronische ziekte vergroten, als ook de oorzaken voorkomen en de noodzakelijke maatregelen treffen om deze aan te pakken. Het thema voor dit jaar is respectieven veranderen. Laten we praten over obesitas. Minister Ramadin van Volksgezondheid heeft donderdag een nieuw stichtingsbestuur voor het regionaal ziekenhuis Wanica geïnstalleerd. Het bestuur heeft als eerste taak een grondige evaluatie te doen van het ziekenhuis. Dat zal moeten leiden tot aanbevelingen om de plannen voor herpositionering van de ziekenhuiszorg goed te kunnen uitvoeren. Het bestuur moet ook op korte termijn zorg dragen voor de benoeming van een nieuwe directie. Sociale instellingen hebben graag meer steun vanuit de regering, zeker de overheid, om hun doelgroepen tegemoet te komen. Tijdens de voorgesprekken op weg naar een nationale dialoog heeft president Santoki gisteren de Stichting Wang Okasi, Stichting Huis Asiana, en de Stichting Social, Social Army aangehoord. De drie organisaties hebben de bijdrage van de regering gevraagd, zodat zij het werk naar hun doelgroepen effectief kunnen doen. Ook vroegen zij om een oplossing voor de verschillende problemen waarmee zij te kampen hebben.